Hoe ben ik hier terechtgekomen? ...1990. Op de boerenmarkt in Kasserlee wordt een kleine competitie georganiseerd. De zwaarste pompoen wint. Met een pompoen van maar liefst 60 kilo werd Frans Bolne de gelukkige. Goed gedaan, Frans! Zijn hoofdprijs, een gloednieuwe kruiwagen. En ja, die zal vast van pas gekomen zijn. Het verhaal van de kruiwagen klinkt misschien niet bijzonder, maar als je weet waar dat toe geleid heeft... Mario heeft een zotte hobby. Zoals de omtrek van de pompoen is 5,5 meter. Mutant pumpkins. Pumpkin regatta. Hoe van over de ton, hè? De grootste wegen gemakkelijk 500 kilogram. Pumpkin season, ja. Als ik aan pompoenen denk, wat dat soms gebeurt, dan denk ik altijd Halloween of pompoenensoep. Of als ik in de supermarkt ben en een pompoen zie liggen, dan denk ik, goh, misschien pompoen vanavond? Maar voor sommigen is dat helemaal anders. Ja, ik ben Jeff Leijzen. Ik denk dat ik ongeveer van 2008 met grote pompoenen bezig ben. Jeff Leijzen sleepte gisteren zijn exemplaar aan op de jaarlijkse pompoenweging. Belgisch kampioenschap is dat. Op die tijd was dat een grote, dat was 655 kilogram. Goed voor de eerste plaats en voor een nieuw Belgisch record. Wat zijn nu de maten die dat winnen? 1000 kilogram, dat is het, als je dan komt er wel in de buurt. Hoe meer, hoe liever natuurlijk. Hè. Wat een krap werken, hè? Als je volop seizoen bezig bent en die is in zijn groei, dan moet je er alle dagen wel tussen kruipen, al die schuiten eruit hebben, je moet die ingraven, je moet die goed leggen, je moet die water geven, ja. Dan zijn we toch wel een klein uur met één plant bezig. Met één plant per dag? Ja, ja. Als je dan warme nacht net in de zomer, hè, dan zie je die mannen pas groeien. En dan, ja, dan is 30 kilogram of meer, dat is geen rare tijd. Hè. Op je nacht? Ja, tuurlijk. Ja, sommige mensen begrijpen dat niet, maar je begint met een pompoenetje, hè, dat is zo groot waar de bloemenknop staat. Ja. Dus dan weet je wel wat hij op zijn topdagen dat die moet binnenkrijgen. Hè. Ja, ja. En ja, als je dat nooit niet gezien hebt, kon je dat niet geloven. Kasterlee brengt dat natuurlijk mee. Hè. Je zit in heel veel pompoenkwekers. Je kunt zo gek niet bedenken, maar dat wordt hier gemaakt. Hè. In onze zoektocht om de pompoengekte van Kasterlee beter te begrijpen, komen we al snel uit bij de pompoenengenootschap. Maar wat is dat nu weer en waar komt het vandaan? Uiteindelijk is in 2002 de pompoenengenootschap gestart. En dat wilde ook meteen zeggen, een eerste Belgisch kampioenschap pompoenwegen. Later ook pompoen schieten en zelfs... Oké, het is denk ik wel duidelijk. De mensen van Kasterlee hebben iets met pompoenen. Maar komt dat allemaal voort uit dat verhaal met die kruiwagen? Of is er iets meer aan de hand? Welkom allemaal, ik ben Paul Bolne. Ik ben voorzitter van het pompoenengenootschap van Kasterlee. En Paul vertelde me iets interessants. De mensen van Kasterlee hebben ons bijnaam de pompoenpapeters. Omdat Kasterlee arme Kempische zandgrond heeft. Vroeger kweekten ze bonen om de winter door te komen, want bonen blijven lang goed. Maar op de zandgrond van Kasterlee groeien die helemaal niet goed. Dus wat groeit er wel op die zandgrond en blijft lang goed? Vandaar een gezegde in Kasterlee is de mensen van Kasterlee eten pompoenen van de vreten bonen. Pompoenen groeien zit dus in het DNA van Kasterlee. En de gigantisch grote pompoenen kweken, ja, dat is een logisch gevolg. De mensen van Kasterlee zijn eigenlijk al bekend in de wereld als pompoenkwekers. Ook omdat wij met 50 leden zijn in Kasterlee. Er is nergens in de wereld een plaats waar de kwekers zo geconcentreerd bij elkaar leven en pompoenen kweken. Paul en de andere leden van de genootschap hebben een duidelijk doel voor ogen. Een van onze twee doelen als pompoenengenootschap is om de zwaarste pompoenen per wereld ooit op Kasterse grond te nemen. Het is wel een groot doel natuurlijk. Hoeveel kilo is het hier? Zwaarst? 1260 kilogram is momenteel de zwaarste. Dat gaan we breken. We gaan het breken, we gaan het breken. Alright, super. Veel succes. Dank je wel. In februari 2024 zal in Kasterlee de Great Pumpkin Commonwealth Big Show plaatsvinden. En dat is een beetje de Oscars van de pompoenenwereld.
Dus hopelijk vallen er dan voor ons wat prijzen te winnen. Ken jij Totenbeier al? Wat dat niks voor u zijn? Hè? Totenbeier is een kledingmerk dat ik zelf heb opgestart. Het doel is natuurlijk niet alleen om een schoenen trui of t-shirt te dragen met uw favoriete dier op, maar ook gewoon om mij te steunen om nog meer video's zoals deze te maken. Zeg het maar tegen de mensen. www.totenbeier.com. Dat gaan we er niet in steken, dat is top. Misschien wel. Dus ga zeker een keer kijken, totem-wear.com. En als jij uw favoriete dier niet vindt, geen probleem, laat het mij weten en dan maak ik hem voor u. Dus geen excuus, geen excuus. Oké, maar nu ga ik wel even verder de video maken, goed? Goed? Wanneer ik begon aan het maken van dit verhaal, had ik nooit gedacht dat er een hele wereld schuilt achter pompoenen. En niet zomaar een wereld. Een wereld waar vriendschap, plezier en natuurlijk pompoenen centraal staan. Reuze pompoenen, groene manen of groter dan mijn buren, dat vind ik wel tof. De grootste van uw kastel, dat is toch zo schoon. Oh, de grootste van Europa, dat is waar ik van groen. De grootste van Europa, dat is waar ik van groen. Je moet er iets bij stilstaan dat je eigenlijk net een hele video hebt gekeken over pompoenen. Dus volgende keer als je een pompoen ziet, denk dan een keer aan mij.